Welkom bij Veradé, benen en billen trainen. Ik gebruik een balanspad zodat het standbeen en het lichaam harder moeten werken om het evenwicht te bewaren. Een balanspad kunt u vergelijken met een luchtmatras of een waterbed. Laten we starten. Breng de voeten op heupbreedte en laten we starten met het opwarmen. Oog naar de schouder, om en om. Kijk over de schouder heen. Van links naar rechts en van rechts naar links. En we draaien de schouder naar achter 4 maal. En de elleboog 4 maal. En een armcirkel naar achteren 4 maal. En wissel, schouder. Elleboog. En armcirkel. We hernemen 4 maal oor naar schouder. 4 maal over de schouder. En 2 maal schouderrol, elleboog en armcirkel. En 2 maal schouder, elleboog en armcirkel. We beginnen oor naar schouder, 4. Kijk over de schouder, 4. En 1 maal schouder, elleboog en armcirkel. Schouder, elleboog, armcirkel. Nog laatste maal, oor naar schouder. En kijk over de schouder. En schouder, elleboog, armcirkel. Schouder, elleboog, armcirkel. We gaan beginnen te veren. Breng uw voeten bijeen en we gaan veren. Oké. Veren, lichtjes veren, 8 maal, 5, 6, 7, 8 en zijpas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en midden, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en zijpas, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en midden, 8 maal. En zij. En midden. En zij. En 4, 2, 3, 4. En 4, 2, 3, 4. En midden. 2, 3, 4. En zij. 2, 3, 4. Zij, midden, zij, en 2, en 2, en 2, en 2, en enkel, enkel, zij, en terug in het midden. We voelen de opwarming in de benen en in de billen. Nog even. En we gaan nu een uitvalstap. Een volgende oefening. Een uitvalstap naar voren. Knie
op de pad, knielen en naar achteren. Knielen. We gaan die 10 maal doen. Laten we starten. 1. 2. 3. Het stambeen werkt heel hard. 5. 6. 7. 8. 9. En 10. En bijeen. Benen losschudden. Standbeen heeft het evenwicht moeten bewaren. Andere kant. Uitvalstap naar voren en knielen. Uitvalstap naar achter en knielen. Laten we starten. Evenwicht. Ja, we starten. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. En 10. Benen schudden. Ontspannen. Kom terug naar voren. En we gaan een simpel kniebuiging links en rechts. Om en om. Even traag. Sumo. Armen omhoog. En omlaag naar het midden. Sumo. Kniebuiging. En naar het midden. Laten we starten. Om en om. En naar het midden. Sumo. Armen op en neer. Naar het midden. Sumo. Op. Sumo. Kniebuiging. Om en om. Nog 4. Nog 3. Nog 2. Laatste maal. En terug in het midden. Benen losschudden. Laatste oefening. We gaan een lunge achter en een kruis en terug naar het midden. Een lunge en een kruis en terug naar het midden. Ja. Lunge, kruis en naar het midden. Om en om. Evenwicht bewaren.
lunge, een buiging en naar het midden. Nog vier. Nog twee. En los. Uitschudden. Ontspannen. En laatste oefening. We gaan de uitvalstap naar voren, achteren, naar het midden, om en om, benen, wissel van benen. Ja, kom in het midden van de pad. Uitval voor, knielen, achter, bijeen. Uitval voor en bijeen. Evenwicht bewaren. Knielen, knielen en bijeen. Knie raakt de pad aan. Oeps. Je ziet, ik verlies ook mijn evenwicht. Hè? Nog vier. Nog drie. Twee. Laatste maal. En benen schudden. We hebben goed gewerkt en we gaan nu rekken. Laten we starten voor de rek. Breng de heupen vanuit de heupen naar voren. Breng de billen naar achteren. Handen op de dij. Goed rekken. Verder rekken. Nog iets verder rekken en trek het gewicht naar de voeten toe. Armen gestrekt. Rol op. We nemen een enkel vast. En andere kant. Met het balanspad is het wat moeilijker om het evenwicht te bewaren. En ja, we zijn gestart. Knie uit het slot van het stambeen. Los. Benen losschudden. Zo.
Dit was het dan voor vandaag. Hopelijk vonden jullie het leuk. Duimpje omhoog en tot de volgende. Dag!